Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 15 in Oostenrijk. Heb jij de vorige aflevering in Canada gemist? Eerst even terugkijken, dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en dan zie jij die aflevering natuurlijk verschijnen. En ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Ik heb wat geld eigenlijk. En ik zit dus te kijken wat slim is om misschien te kunnen kopen aan de rijder. Alleen dat is helaas niet het geval. 8,89 miljoen. Best wel veel. De vorige wedstrijd P6. Een prima resultaat. Ja, maar we vertrokken vanaf P2. Dus het had gewoon beter gekund. We've had the new parts come through from the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Nou, die Invitational Event, die doen wij niet. Tada, hij is dus weg. Even kijken wat de inkomen zijn. Inkomsten, $10,15 miljoen op de bank. Dat is heel goed. $10,13 miljoen. En alles is goed verlopen van de upgrades. En Carl gaf het dus ook aan. Mooi. Dan zeg ik, we gaan lekker door naar de kwalificatie in Oostenrijk. We zijn inmiddels aanbeland in Q1 op de Red Bull Ring. Een heel kort en snel circuit. En misschien kunnen wij hier goed uit de voeten komen. Track limit waarschuwing, want de eerste bocht namen wij wat te wijd helaas. We komen aan bij de laatste paar bochten van het circuit. En we zetten een 1-4-3 neer. De snelste tijd in Q1. Q2 dan. Daar ga ik het proberen om op de mediums mijn tijd neer te zetten. Ik hoop dat alle onderdelen het nog gewoon doen in de wedstrijd. Ik hoop van wel. Ik verwacht ook dat ze het doen. Want als ik nu denk ik iets aan de auto ga veranderen, dan krijgen we de Park Vermee-regel op onze kop. En dat is niet de bedoeling. Namen die wordt veel te vroeg. En we rijden een P8 met een 1.55. En Jeff zegt, we moeten 10e of hoger eindigen om door te kunnen mogen naar de shootout. Dus geef alles wat je hebt en dat gaan we ook zeker doen. Eerste bocht heel goed genomen. Wel in het rood zie ik, maar hopelijk kunnen wij dat nog opbrengen naar groen of paars. Een halve seconde langzamer dan onze beste tijd in Q2 in Oostenrijk. En dat gaat hem niet worden, dus moet ik nog een run erachteraan gaan doen. En ik wacht eventjes omdat iedereen nu hun ronde gaat neerzetten in Q2. En dit wordt dan onze laatste run in Q2. We hebben er in totaal 3 gehad. Russell naar P12. Goed om te zien dat hij wel daar staat. Wij moeten richting die P10 komen, hoop ik. De eerste bocht hadden we heel goed genomen. Wel een track limits waarschuwing. Paars in sector 1. Een tiende sneller dan onze Delta. Paars in sector 2. De vlag hangt uit in Q2. In Oostenrijk. En het is een P1 volgens mij. Jazeker, we staan er. Heel goed om te zien. Dan belooft Q3 nog wat. En daar hebben we dan Q3. Ik denk dat ik het maar bij 1 run ga houden. En ik zie wel wat de rest doet.
Omdat ik heel veel vertrouwen heb, ja, in deze kwalificatie. Omdat Q2 namelijk toen net heel goed verlopen is. Dus we gaan zien waar we staan. Paars in sector 1, goed om te zien. Ik heb die run gewoon afgemaakt, 1-3-8. Verstappen een 1-3-7. P3 op dit moment, want Verstappen en Hamilton zijn sneller. Max een 10 is sneller dan onszelf. Ik weet niet waar Lewis staat. Maar dit wordt de beslissende run voor pole position. Een hele goede exit op bocht nummer 1 naar de run van bocht 2 toe. 10.000ste sneller, 57.000ste sneller dan Max Verstappen. Paars in sector 1 en 2. En het is pole position met een 1-3-6. Super gedaan. Maar Hamilton en Verstappen zijn er toch nog onderdoor gedoken. Jammer maar helaas. We starten dus vanaf P3 in de Grote Prijs van Oostenrijk. En misschien kunnen we onze eerste wedstrijd van het seizoen gaan winnen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 15. This is it then, race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. The grandstands were a sea of red in 2019, thanks to the commemorative hats in honor of the late great Niki Lauda, who took home victory, of course, back in 1984. And it's a sellout crowd once again here today. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. So, let's start with Lance Stroll. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Young superstar Max Verstappen starts from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Albon, Daniel Ricciardo and Sainz, Vettel, Kvyat, Gasly and Esteban Ocon, Perez, Bottas, Lando Norris and Leclerc, Russell, Magnussen, Lance Stroll. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Roman Grosjean, Giovinazzi, Raikkonen, De Vries and Nicholas Latifi. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. We starten nog P3. Soft, hard is de strategie. Aan het einde kan er nog regen ontstaan. Maar ja, dat is allemaal voor later. We gaan dus beginnen voor de Grote Prijs van Oostenrijk van seizoen 2. Carrière aflevering 15 is onderweg. En we hebben een hele goede start. Verstappen en Hamilton al gelijk verschalkt bij de eerste bocht. De leiding heroverd. Maar Verstappen kan hier terugkomen. Hij komt ook trouwens terug. En heeft die leiding weer heroverd. Dan kunnen we hier diep inremmen bij de Nederlander. En dat doen we ook. P1 is van ons, want we duwen hem daarbij het goed om te zien. Dat is heel mooi. Er is daar iets gebeurd, maar ik weet niet wat. Het boeit ons eigenlijk helemaal niks. En nu kunnen wij het tempo gaan bepalen van de wedstrijd. Heel fijn om te zien. We moeten wel rekening houden met de CI en de MGU-K, want die zijn beschadigd. En als die ontploffen, dat betekent een nul score voor ons, wat heel pijnlijk zou zijn. Want we leiden de wedstrijd tot nu toe. Ronde nummer 3 en we zetten een 1-8-3 neer. De snelste raceronde tot nu toe. DRS beschikbaar gesteld. Max Verstappen krijgt sowieso DRS, want die rijdt binnen een seconde van ons. Maar kan nog niet aanvallen. Groen in sector 1, 15e sneller. Onderweg. Ronde nummer 5 en Verstappen zitten dit keer wel dichterbij dan in ronde nummer 3. Kijk naar de buitenkant. We rijden wat naar zijn lijn toe. En hij moet helaas wachten.
voor een echte aanval die hij niet kan wagen, want het is niet gelukt. Goed om te zien. Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo hebben het met elkaar aan de stok. Dat zie ik linksboven in de tabel. De batterij is hoog. Gebruik die overtakeknop nou eens, zegt Jeff. En dat moeten we zeker gaan doen. Want we voelen gewoon de druk van Max Verstappen. Hij kijkt daar naar die buitenkant. Dan in één keer naar die binnenkant kruisen. Dat lukt niet, Max. Ik gooide daar gewoon die deur dicht. En dat gat van 3/10 is inmiddels naar 1/19 geworden. En Max heeft al gelijk Lewis achter zich. Ja, doe maar rustig joh. Kalm aan Jeff, kalm aan. Het is bijna nieuwjaar of oudjaar. Dus even rustig aan. Ronde nummer 6 inmiddels. Een ronde later, ronde nummer 7. En Max kijkt naar die buitenkant. Gaat er gewoon voorbij. We remmen gewoon veel te laat. Blokkeren zelfs onze rechter voorband. Maar hebben wel die positie veroverd. Mooi. De CI en de MGUK hebben het zwaar. Ik ben benieuwd of die het volhouden tijdens de wedstrijd. Laten we hopen van wel. Maar je weet maar nooit. Wanneer kan Verstappen een nieuwe aanval wagen? Ik denk zo meteen weer op dit punt hier. Daar kijkt Verstappen aan die binnenkant. Hij wurmt zich er langs. Maar maakt dit keer niet dezelfde fout. Regen is voorspeld in 10 minuten volgens mij. Dus dat kan nog wat worden. In ronde nummer 8 inmiddels. Het zonnetje schijnt nog mooi. Dus dat is alleen maar goed om te zien. Dan hebben we daar helemaal geen last van. Ronde nummer 11. Het is wat bewolkter gaan worden, zie ik. En Verstappen kijkt daar naar de buitenkant. Sorry, het is inmiddels Lewis Hamilton. Excuseer. Lewis Hamilton kijkt naar de buitenkant. En heeft die plek veroverd. We moeten nu overtakeknop in gaan schakelen. En Hamilton voorbij zien te rijden. Als dat kan. De pitwindow is open. Hamilton verdedigt heel laat. Iets te laat. Veel te laat eigenlijk. Maar wij zijn er toch in geslaagd om P1 weer van hem terug te heroveren. De CI is 87%. Dat gaat hij sowieso niet volhouden. Dus ik ben er bang voor dat we over een paar ronden tijd ongeveer de strijd toch moeten staken, jongens. Sorry, 84%. Niet 87%. 34%. We kunnen nog even door dus. We gaan na deze ronde naar binnen. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Dry seem like the fastest tire at the moment. Regen over 10 minuten, zegt Jeff. Dus dat wordt nog wat en dat belooft ook nog wat. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan dus naar binnen. Voor de mediumband. Lewis Hamilton duikt met ons mee volgens mij. Raken het gas hier. Net niet die muur geraakt. We hadden wat geluk. Mooi. En gaan kijken wat deze pitstop wordt. Perez nu aan de leiding. Ricciardo gaat door. Bottas gaat door. Een safe pitstop, oftewel een veilige pitstop. 2,9 seconden en komen vlak voor Lewis Hamilton weer de baan. Dan hebben we hier Romain Grosjean. Sorry, Kevin Magnussen is het. We hebben er wel DRS op. Gooi onze overtakeknop niet aan. En kijk mooi naar die binnenkant. Mooi. Iedereen rijdt nog, 22 deelnemers nog in het veld. Goed om te zien. In ronde nummer 13. We zijn er nog niet. De volgende heet Lance Stroll. En we zijn er voorbij. Mooi. Al
Alhoewel Stroll kan hier gewoon terug aanvallen. Doet hij ook trouwens. Maar hier moet hij zich dan toch gewonnen geven. Verstappen rijdt op de softbanden. En is heel snel onderweg. In ronde nummer 15. We zitten nog niet op de helft. Dat moet pas in ronde nummer 18 zijn. Volg mij ook trouwens even op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Like de video vooral als je hem leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. En druk ook op dat belletje, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Gaan we lekker terug naar de video, naar de aflevering. Bottas naar binnen. Ocon naar binnen en Perez naar binnen gedoken voor de mediums. En Verstappen zit nu achter ons. In ronde nummer 16. Er zijn nog 20 ronden te gaan. Schiet al lekker op. De CE is 87%. Dat betekent dat hij het sowieso niet gaat volhouden in de wedstrijd. Dat vind ik heel jammer. Terwijl Verstappen daar naar die binnenkant kijkt. Beschadigt ook zijn voorvleugel. Twee Nederlanders vechten voor de winst. Dat hadden we eerder gezien in seizoen 2 van My Team Career Mode. Van een hele lange tijd terug. Toen ik niet die grote prijs van Engeland had verwijderd. Maar dat even een ander verhaal. Hoe zeg je het nou? Ik weet het even niet. Maar goed, we gaan lekker door met de wedstrijd. Grosjean uitgevallen. Safety car op de baan in ronde nummer 19. Er zijn nog 20 deelnemers. Volgens mij te gaan. Want ik denk dat iemand anders is uitgevallen. Alleen ik weet niet wie dat is. Oh ja, maar dat weet ik wel. Romain Grosjean namelijk. Ja, dat is die ene deelnemer. Maar wie was de ander? Weet ik niet zeker. De safety car hebben we daar dan op de baan. En we gaan er mooi achterrijden. De CE is 91%. Gaat hij dat nog met nog 16 ronden te gaan? Gaat hij dat volhouden? Ik hoop van wel. Maar ik ben bang van niet. We zullen zien. Het is ook flink bewolkter gaan worden in Oostenrijk. We hebben Sergio Perez achter ons. Daarachter rijdt Lewis Hamilton. Ricciardo op 4. En Bottas op P5. De safety car duikt naar binnen. En wij gaan nu het tempo bepalen tot aan de finishlijn. Ja, start-finishlijn. De rijders mogen niet inhalen. Als ze dat doen, dan krijgen ze sowieso een straf of een waarschuwing. De vraag is nu, wanneer gaan wij op het gas? Banden nog even goed opwarmen voor de herstart. En hier gaan we op ons gas. En Perez is niet wakker gebleven. Mooi, de missie is geslaagd in ronde nummer 22. We rijden nog steeds aan de leiding. CE is 92%. Dat wordt billen knijpen tot aan de finish. Groen in sector 1, een tiende sneller. Goed om te zien. Daar kijkt Perez aan die binnenkant. We duwen hem richting die muur. Remmen hier laat en behouden nog steeds die P1. Schieten wel een klein beetje door, maar dat is geen probleem. Lewis Hamilton zit bij Perez te kijken. Heeft die positie ook veroverd. Hamilton kijkt daar gewoon nog naar die binnenkant. Maar dat lukt niet. Daardoor verpest hij zijn exit. En kan Perez weer terugkijken. Bottas heeft inmiddels Daniel Ricciardo al te grazen genomen in ronde nummer 23. Nog 13 ronden te gaan. Ronde nummer 24. En het is hier gaan regenen. En ik blijf nog een ronde buiten. Omdat dat de strategie zegt. George Russell naar binnen en heel veel jongens duiken dus ook naar binnen met hem mee. Ik heb heel veel moeite met de tractie.
En ik hoop toch wel dat dit de juiste keuze is geweest. Ja, had dat dan maar eerder gezegd, Jeff, want ik denk dat we nu een ronde te laat zijn. DRS, helaas, disabled. Het is gewoon veel te nat hier op de baan, met nog 10 ronden te gaan. En ik denk dat wij de leiding uit handen gaan geven van Perez. Of toch niet? Nee, aan Ricciardo. Ricciardo leidt de wedstrijd. Wij geven de leiding uit handen en komen vlak achter Lewis Hamilton de baan op. Voor P3 in de wedstrijd. Maak dat maar P4 van, want Lando Norris pakt ons gewoon op de exit. Maar wij hebben hier die Mercedes power. Het lukt hem in te halen. Mooi. P4, mooi om te zien. Ja, die CE die gaat het gewoon niet meer volhouden. Ik denk dat het einde oefening wordt. 97%. Dat gaat gewoon niet goed. En ik denk dat we hem zometeen ook helemaal kapot gaan rijden als we nog doorgaan. Dus ik moet nu een heel lastig besluit nemen. Wat ik niet fijn vind. Want er zijn nog maar 9 ronden te gaan. Maar dat gaat hij helemaal niet volhouden, denk ik. Ronde nummer 28 inmiddels. En we rijden naar Lewis Hamilton. We kunnen gewoon nog de winst pakken, maar... ja, ik ga het risico niet nemen. En ik ga de wagen langs de kant parkeren. Ik ga de strijd hier staken in Oostenrijk. Het kan helaas niet anders. Jammer, jammer, jammer. En dan hopen op betere tijden in Engeland. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria. And a truly magnificent drive to hang on and take the win. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order. And they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. De uitslag: Lewis Hamilton wint de wedstrijd, Alexander Albon naar P2, Ricciardo naar P3 en Russell mist een punt op een seconde. Wij helaas uitgevallen. Jammer om te zien. En we zakken naar P11 met 14 punten en nog steeds naar P8 in het constructeurskampioenschap. Mercedes pakt Red Bull voor de constructeurs. Strijd is het. En Bottas is nog aan het knokken met Max Verstappen voor de titel. Dan zijn we weer terug bij het oude. Ja, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben, ondanks die uitvalbeurt. Daar konden we helaas niks aan doen. Ja, eigenlijk wel, maar ik was zo dom geweest om die componenten niet te vervangen. Dat gaat dus wel in Engeland gebeuren. Dus ja, ben er ook bij. Dit was Dianan, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. We gaan verder in Engeland. En ik wens jullie alvast een fijne jaarwisseling. En op naar 2021.